Welkom bij Obla. Discussieer mee via hashtag Obla of hashtag HR Toekomst. Want we zijn vandaag live aan het uitzenden van het ANO Festival in De Spand in Bussum. Vandaag heb ik in de tweede uitzending drie tafelgasten die ik graag aan jullie introduceer. Mathieu Wegeman, ik introduceer u zo meteen iets uitgebreider, want u heeft nogal een indrukwekkend repertoire geschreven. Marjan van der Veen, teacher Kradiel, in de praktijk bezig met waar we het zo meteen over hebben. En Pierre van Amersfoort, hoogleraar en regelmatig aan het schrijven over zelfsturing, zelforganisatie en hoe doen we dat. Waarom hebben we het daar vandaag over? Het is constant in het nieuws, participatiesamenleving, netwerksamenleving. Wat verandert dat voor je organisatie? Wat verandert dat voor je mensen? Daar gaan we op inzoomen voordat het een meta iets wat blijft hangen. Wat betekent dat gewoon concreet in alle dag? Wat betekent dit als je daarmee aan de slag gaat? Ik ga direct bij jou beginnen, want jij bent constant mee aan de slag. Wat bewoog dat jullie zeiden wij worden een platte organisatie, mensen zijn slim genoeg om verantwoordelijkheid te nemen? Ja, precies, het woord wat je gebruikt, het slimmer organiseren. Dus niet alleen maar kijken naar hoe richt je een organisatie in, waardoor je, de koekjefabriek is al even genoemd, een hiërarchische structuur, maar dat je de professional goed in zijn kracht gaat zetten. En daaromheen alles zo probeert te faciliteren dat hij zijn werk gewoon goed kan doen. En een professional heeft niet een manager nodig die dagelijks de boel in de gaten houdt. En als je de verantwoordelijkheid laag in de organisatie legt, dan gebeurt er heel veel. U heeft hier wat langer over nagedacht. U ziet boven mij komt nou een balkje in beeld. Kunnen mensen naar uw presentatie doorklikken die u zojuist heeft gehouden. Dus vandaar, iedereen kan de uurversie zien. In het kort, wat is eigenlijk de kern van uw boodschap waardoor mensen geïnspireerd worden om te zeggen, mensen zijn slim genoeg om dingen... Ja, kern van de boodschap is dat, en dat is ook meteen het moeilijke, 80% van de professionals kun je, wat u ook zegt, kan je ruimte en vertrouwen geven, want die zijn goed in hun vak en die doen hun werk ook graag goed. Dus dan kan je back-off als manager. Alleen, er is 20% die het oftewel niet meer kan of niet meer wil, heb ik uitgelegd, en die hebben wel die planning en controle nodig. Maar dat verschil maken we niet. Dus in heel veel organisaties zie je dat er gemanaged wordt op die 20%. Mm-hmm. En dat geldt ook voor al die anderen die dat niet nodig hebben. Omdat we geen gedifferentieerd regime aan kunnen of ingewikkeld vinden. Of de CAO zegt dat dan niet mag. Ja. Zoiets, hè. Wat heeft u op mijn tweede of derde werkdag... het eerste wat ik zag was een lezing van u ergens bij in de buurt van Utrecht. En ik was wel getriggerd. Ik denk, hier zit iets in. Wat heeft u sinds... Nou, die paar jaar nu aan echt mooie voorbeelden gezien waarvan ik dit werkt, dit heb ik gezien. Nou, er zijn heel veel organisaties die daarmee aan de gang zijn, hè? Bij de politie, in het onderwijs, in de jeugdzorg. Buurtzorg is natuurlijk een mooi voorbeeld. Maar je ziet ook in de professionele organisaties rond Eindhoven, waar die technici allemaal met elkaar aan de gang zijn. Die zijn mission driven voor het apparaat wat ze aan het maken zijn, of het dorp of de stad waar ze veel van houden, dat kan je gewoon laten gaan. En zeker de jonge generatie, die vraagt daar meer om dan de ouderen. En daarom is het toch wel wat toegenomen. Dat is voor de aanleiding geweest, anders organiseren. Misschien even misstand uit de wereld halen. Zelforganisatie wil niet zeggen dat er geen leiding is. Ook professionals hebben recht op leiding, anders. Hebben recht op richting, hebben recht op ruimte, maar ook rekenschap. Het gaat erom dat er een gezonde hiërarchie komt, waarbij de managers ook een toegevoegde waarde hebben. Vaak vanuit een verder wegliggend perspectief. Niet op inhoud, niet de hele dag bezig met klopt dit en waar gaat dat over? Juist niet die dagelijkse gang van zaken, Wat is daar wezenlijk anders aan? Op dit moment lijkt het wel of veel managers bij de brandweer werken. Het zijn allemaal brandweerlieden, het zijn brandjesbussen. Of het zijn smurfturven, hè, die achter de spreadsheet zitten. Nou, dan krijg je het smurfturventerreur. En dat voegt eigenlijk niet heel veel toe aan die professie. Sterker nog, dat hindert die professional. Hè. De professie wordt voortdurend ingegrepen in zijn eigen speelveld. En dat voegt dus niks toe. En dan gaan professies achteroverleunen. Nou, als je het beter weet, dan succes ermee. Maar het is wel een beetje de cultuur bij overheden, hè? Althans wel bij de gemeente ook waar ik werk. Dat is die planning en controlcyclus. Het is allemaal zo op veiligheid gebaseerd. Het is allemaal op, hè, we moeten het goed doen, het moet traceerbaar zijn. En
ik hoor ook heel vaak iemand zeggen van, hebben we daar een format voor? En wat is eigenlijk de status van dit verhaal? En mogen wij daar nog iets van vinden? En, maar hoe verander je dat? Want dat vind ik interessant. Want als u beide boeken leest en luistert, denk ik, ja, natuurlijk. Dat is typisch voorbeeld van smart virus. We denken dat alles smart te maken is, hè, en met heel veel getallen. En daarmee verliezen we vaak oog voor de bedoeling. Wat was nou eigenlijk de bedoeling van je werk? Ja. Wat is de zin wat je moet doen? Dus we moeten veel op de bedoeling aan sturen met elkaar. En daar de dialoog over voeren. Het was ook wat ik create meaning noemde. Wat is de use van die organisatie? Sorry voor het Engels, maar waarom moet die organisatie zijn? Wat is het belang van die stad of van dat dorp? Hè? Wat is het mooie ervan? Wat wil je ervan maken? En dat doe je niet morgen. Daar heb je tijd voor nodig. Die visie, die collectieve ambitie, die moet die leidinggevende voortdurend versterken. Als jij het even kwijt bent, doordat je een tegenslag hebt, is het niet gelukt. Zeg je, chef, inspireer me eens even, want ik zie het niet meer zitten. Want dit is misgegaan en dan gaat dat weer niet door, enzovoorts. Hè. Die bijdrage. En die weg ernaartoe, want als ik denk direct aan Ad Verbrugge, die praat en denkt prachtige dingen over werken en waarom en waartoe en waar. En dan, als je dat wil toepassen in dit circulaire deal, dan moet je... Dat duurt best lang hoor, want de mensen moeten heel langzaam eigenlijk meegenomen worden. Ik ben meestal van de praktische en toepassen. Maar er zijn natuurlijk, je hebt te maken met de kaders die wettelijk bestaan. Nou ja, dan ben ik ook heel blij met dat er op een gegeven moment ook bedacht is van, we gaan allemaal in de algemene dienst. Daarmee krijg je al een andere sfeer, dat mensen zeggen, oh, dus ik kan ook gewisseld worden van. Dus het vastzitten aan een functie voor de rest van je loopbaan, dat gaat heel langzaam gaat dat eraf. En daardoor proberen we mensen ook wat mobieler te krijgen, want je moet toe naar een andere manier van werken. Maar dat heeft ook te maken met dat je je status, je veilige status zelf ook moet durven loslaten. Want als je durft los te laten, kun je inderdaad iets gaan En we moeten wel eerlijk zijn natuurlijk. Het lukt moeilijker in overheidsland dan in de private sector. Ja. En dat komt bijvoorbeeld alleen al door de terreur van de wet openbaar bestuur. Ja, dat klopt. Elke beslissing die je neemt, moet je later weer even kunnen verantwoorden als iemand daar een brief over schrijft. Ja. En dat is natuurlijk Kafka. Maar dat belemmert wel. Ja, hoe adviseert u om daarmee om te gaan? Die stel ik zo meteen ook aan u. Hoe adviseert u daar dan om mee om te gaan? Want, met openbaar bestuur. Nou, dat is een, dan hebben we iets meer tijd nodig. Ja. doen we straks. Vanuit die werkelijkheid. Want als ik lees wat u bij de schrijven, dan denk ik, ja. En dan wandel ik weer een draaideur door. Ja. En dan ben ik nog steeds geïnspireerd. En dat hou ik vol. En dat blijf ik ook nog vol. Maar dan. En dat vind ik een lastig. En daar zie ik bij een aantal mensen, denk ik, laat maar. Ja, kijk, er zijn twee heel belangrijke voorwaarden naar mijn idee om zo te gaan werken. A, is dat je het facultatief moet maken, hè? Er zijn thuiszorginstellingen die willen zelfsturend. En er zijn vaak wat oudere werken die zeggen, ik wil gewoon zoals het was. En daar ben ik aan gewend. En dat vond ik goed. En ik wil weten waarop afgerekend wordt. En dat je een duaal regime hebt. Hè? Dat die mensen die dat zo willen houden, dat die dat ook mogen. Het een is niet per definitie beter dan het andere. Het is contextgedreven. Precies. Situatie bepaald. Dus dat is één heel belangrijke. Dat je ook de oude manier van werken in de lucht houdt. Hè? Net zoals het nieuwe werken naast gewoon het werk zoals het was. En het tweede, en dat is veel moeilijker, is dat je middelmanagers weghaalt. Want de workload voor die middelmanagers wordt veel kleiner bij zelforganisatie, zelfsturing. Als die allemaal blijven zitten, die moeten iets te doen hebben. Dus die gaan informatie verzamelen uit het primaire proces. Dan heb je data, dan heb je A4'tjes, heb je een vergadering. Kun je bij elkaar zitten, ga je notulen maken, actiepunten en dan gaat dat weer door. Wij hebben geen ervaring in Nederland met het ontslaan van middenmanagement en wel met het ontslaan van mensen op de vloer. Dat is jammer. Je hebt geprobeerd dat te kenden. Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben geen middelmanagers. Wij hebben een potorganisatie. We hebben zeg maar de organisatie. En daarboven staat een klein managementteam. En daarboven een algemeen directeur gemeentesecretaris. Jullie hadden die wel. Wat hebben jullie gedaan? Of zijn die omhoog gegaan? Of heb je die buiten gezet? Op een vriendelijke manier? Beide. Er zijn ook een aantal op een hele vriendelijke manier naar buiten begeleid. Want ik bedoel, dat moet je natuurlijk wel netjes doen. Dus je hebt een laag eruit gehaald. En we hebben een combi gedaan. We laten het ook bij de mensen zelf. Ze zijn zelf. Ik even worden. Kort overzichtelijk vertellen. Wat hebben jullie gedaan? Dat iedereen snapt, wat hebben jullie precies... Wat wij hebben gedaan is dat wij gekeken hebben naar wat heeft de organisatie nodig. Nou, de organisatie heeft niet allerlei lagen nodig. De organisatie heeft nodig dat je goed je werk kan doen. Dat je korte lijn hebt, zeker met het bestuur. Want daar zit je er uiteindelijk voor. Je zit er uiteindelijk voor de burger. Dus die link moet je absoluut hebben. Wij lopen zo binnen bij de wethouder. Wij lopen ook zo binnen bij de burgemeester. Nou kan dat ook. Het heeft ook te maken met de schaal.
En we zijn een gemeente van zo'n 33.000 inwoners. 240 FTE. Dus dat kan ook. Het is ook een schaam. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog de buitendienst hebben we zelf nog. En dat zijn onze mensen die goed reclame maken richting de burger. Dat zijn de visitekaartjes. En binnen is het de bedoeling dat we nu het volgende stap gaan inzetten. Dat de beleidsmaker niet meer achter het bureau zit bij ons in het gemeentehuis. Maar dat hij weet wat er speelt en dat hij daar aan de slag gaat. Naar buiten gaat. Dat je naar buiten gaat. Dat je echt naar buiten gaat. En niet bedenkt wat er buiten gebeurt. Maar dat je weet wat er buiten gebeurt. En dat je daar mee aan de slag gaat. Dit veronderstelt wel dat je primair proces niet te complex is georganiseerd. Hè? Nee, dus, dat dat je echt multidisciplinaire teams krijgt. Hè? 8 op 12 mensen. Die een probleem zelf kunnen oplossen. Dus dat je ook weer de menselijke maat binnenhaalt. Dat heeft met de schaal te maken. Dat heeft met schaal, ja. Dus je moet enerzijds die nieuwe organisatie opbouwen wat jullie doen. Maar anderzijds moet je ook die bureaucratie afbreken. Hè? Dus het vraagt twee handen eigenlijk. Hè? Wat vind je het belangrijkst? Want stel, Ik zou eerst beginnen met het afbreken van die bureaucratie. En dan komen al heel veel mensen uit zichzelf los. En dan gaan opbouwen. Naar mijn werkelijkheid, want dan gaan we dat doen. Dan gaan we bureaucratie afbreken. En dan krijg ik een uitnodiging voor het overleg de Kafka-brigade. En dan krijg ik het overleg. En die doen hele gave dingen, laten we dat voorop stellen. En vervolgens hebben we een complete directie opgericht ergens in een departement of bij een koepel om de bureaucratie te verminderen. Dus wat is het belangrijkste? Dit vraagt dus echt leiderschap, hè, en de moed om dit te doen. En dat heeft Newton al bedacht. Hè. Dus de wet van de zwaartekracht, dat gaat wel gemakkelijker van boven naar beneden als van beneden naar boven, helaas. Ja. Ja, als je daar een directie voor opricht of een kantoortje, dat is natuurlijk weer... Dat kan je niet vertellen. Je moet een Gideonsbende maken die gewoon... Beweging eigenlijk. Die komen gewoon binnen op een gegeven moment. Hè? En dan gaat het swingen en dan wordt het een beetje spannend. Zouden ze bij ons langskomen? En dan kijk je, gebruiken jullie dit, gebruiken jullie dat? We hebben zoveel voorbeelden gezien van... Neem bijvoorbeeld de registratie van die dagen op die kaart. En als die kaarten vol is, gaan ze in de doos bij het secretariaat. En als die doos vol is, gaat hij naar het magazijn. En als het magazijn vol is, dan gaat hij naar de vernietiging. Mits je het nog zo lang, zoveel jaar bewaard. Maar ik vraag het niet voor niks, want ik vraag het omdat wij vandaag met 700 mensen bij elkaar zijn. Veel HR-professionals die geïnspireerd raken door jullie verhaal. Die denken vervolgens iets en die denken, daar moet ik iets mee en wat gaan we doen? Een aanstelling is een goed idee, maar als er te veel van dat soort dingen, dan zijn we weer bezig met de instrumenten eromheen. Dus ik ben benieuwd naar de voorbeelden die je hebt gezien waarbij mensen niet in de instrumentenkant zijn gaan denken. Of als dat wel nodig is, als dat jullie advies is ook goed. Maar hoe kom je van een organisatie naar jullie verhaal? Hè? Je moet wel de voorwaarden hebben, waar bijvoorbeeld dat Gowegen verhaal, dat je naar goed werkgeverschap gaat, dat je naar de CEO van de toekomst gaat. Want CEO is toch iets waar mensen het eigenlijk altijd over hebben. Hoe simpeler je dat maakt, hoe meer vrijheid mensen ook voelen. Want wij hebben ze natuurlijk ook allemaal zelf opgevoed, hè? Met klokregistratie, met dit moet en zoveel dagen en zoveel dit. En je moet het in drievoud inleveren en daar moet een handtekening gehaald worden. Hebben we natuurlijk jarenlang gedaan. Dus voordat je dat er weer een beetje uit hebt, ja, dan ben je wel even bezig. Zie je ook een andere werkelijkheid tussen het openbaar bestuur en daarbuiten? Nee, dat zul je moeten aanpassen. Je zult naar minimale crisisspecificatie moeten. Hè? Dus alleen die dingen die ook nodig zijn, die leg je vast. Anders blijf je maar terugvallen. Hè? Dat werkt heel conserverend. En je had over, moeten deze 700 of 750 mensen in de zaal doen? Ik ben bang dat eigenlijk de verkeerde mensen hier aanwezig zijn. Hier hadden de secretarissen moeten zitten en de managers. En ik denk dat HRM een heel andere rol gaat krijgen. Ja. Ik denk dat juist het mobiliseren van mensen, in plaats van managen van mensen, mobiliseren, zou je de leidinggevende moeten doen. En dat kan nooit uit de HR-poot. Kun je daarmee opheffen? Of terug naar de basis, hè, de personeelsadministratie, juridische zaken. Maar dat kan efficiënter dus uitbesteden. Maar het is een van de meest conservatieve clubs, hè, die ik in mijn werk tegenkom, HR. Die zijn kampioen gelijke monniken gelijke kappen. En alles wat wij hier zeggen heeft te maken met differentiatie. Als je het niet wil, hoef je het niet te doen. Jij wel, jij bent wel goed in die 80, jij in die 20. Jij hebt dit verleden, jonge mensen die naar binnen komen. Je moet de hele tijd het verschil maken. En dat doet HR niet. Zelfs haar eigen naam veranderen. Er is al zo lang gezegd door zoveel mensen. Het zijn geen resources die gemanaged moeten worden. Maar het zijn talenten die ontwikkeld moeten worden. Dus noem het nou Human Talent Development. Doet niemand. Ja, een enkele verlichte. Maar het blijft maar alsof het een koekjesfabriek is. Hè? Human Resources Managen.
En dat geeft dan aan hoe weinig veranderingsbereid ze zelfs in het eigen naam zijn. Jullie staan bekend om innovatief, dat kunnen we vooropstellen. Als je zegt de secretaris moet hier zijn, die is net een week gewisseld van plek om aan de overkant van de afsluitdijk te kijken hoe het daar gebeurt. Jullie zijn denk ik een voorbeeld van een innovatieve organisatie. Wat maakt dat je HR opheft of niet? Of die afweging? Of mist er iets in zijn pleidooi? Ja, volgens mij heb je HR op een ander niveau nodig. Niet voor het stempelen van dit en het registreren van dat. Dat kunnen mensen prima zelf. Dat kun je digitaliseren, kun je prima zelf. Dat noem ik beheer. En beleid kun je ook op grotere schaal gaan noemen. Dat is het vertalen van het landelijke naar het lokale. Maar het adviseurschap, dat je dus een manager nieuwe stijl, zoals je hem dan nu maar noemt, dat je die goed kan begeleiden. Dat je ook kijkt welke mensen hebben even wat extra's nodig. Daar heb je HR nog steeds wel voor nodig, volgens mij. Ja, hoe je het dan ook noemt. Ja, wat de naam ook is. Ik wil even kijken naar waar die verandering begint. Jij kijkt heel erg naar Teams. Ik zeg ook wel heel duidelijk, van het gebeurt vooral niet aan Teams. Innovatie, dat gebeurt overal en nergens. Mm-hmm. Waar zit dat wezenlijke verschil? Dus moeten we naar Teams kijken of moeten we naar... Je praat over Teams, multidisciplinair en communities. Het zijn altijd mensen die het doen, op kleine schaal of grotere schaal. Ja, en innovatie ontstaat aan tafel, hè, in de kantine en dat soort dingen. Dus je moet ook vooral ontmoetingskansen vergroten, zodat mensen zich informeel kunnen ontmoeten. Die innovatie ontstaat niet in de vergadering. Althans, heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Vergaderingen zijn er om juist meer problemen te krijgen in plaats van problemen op te lossen. Vergaderen om te vergaderen, ja. Gebeurt veel, dat klopt. De plekken waar je langs bent geweest, zie je daar ook dat mensen dat dan niet meer doen? Ik ben aan het zoeken naar wat de trigger is om aan de slag te gaan met wat jullie zeggen. Ja, in die checks bent er nog niet langs geweest, dus misschien ook nog wel eens leuk om... Om daar eens even langs te komen en te kijken hoe het gaat. Ja. Ja, ja. Ja, nee, nou ja, goed, er zijn in ieder geval steeds meer organisaties waar men dat durf je los te laten. En ik heb in de gemeente Eindhoven gezien, daar zijn een aantal jonge mensen die zeiden, laat ons nou, geloof nou eens gewoon dat wij dat goed doen, als je die opdracht geeft. Stuur ons nou eens op output. Wanneer we het hebben, hoeveel mag het kosten en welke specificaties moet het voor doen. Ciao, geen nieuws, goed nieuws. En iedereen verbaasd dat het er was, op tijd en binnen budget en voldeed het aan... Doe dat de volgende keer weer. Maar je moet leren dan iets los te laten. Ja. Maar ouders doen dat ook, hebben die ervaring ook met hun kinderen. In die puberteit gaan ze weg en ze komen weer terug. En dat gaat steeds verder en op een gegeven moment zie je dat dat goed is. Want je hebt die values heb je geïnstalleerd. Mm-hmm. En dat is in een bedrijf met zo'n collectieve ambitie, met die shared values, is dat ook. Die gaan er geen rotzooi van maken. Zeker niet die jonge generatie, die is nogal mission driven in alles wat ze willen, wat ze doen. Die hoef je het woord duurzaamheid niet uit te leggen. Dat zijn ze van zichzelf, dat is voor mij. En mij moet je uitleggen wat dat is en groen. Maar zij zijn veel meer en eerlijker in die zin. En dat komt ook omdat ze niet uit zijn op zo hoog mogelijk in de hiërarchie te eindigen. Ze willen niet allemaal gemeentesecretaris worden. Ze willen om hun bijdrage gewaardeerd worden. En die moet je ook, nou, dan vertrouw ik je toe. En wat heb je van me nodig om het te kunnen? En als er gedonder is, dan ben ik er. Ik wil als laatste, dit vind ik heel interessant. Ik wil als laatste jullie een vraag voorleggen. Wat doe je dan als je hiermee aan de slag gaat met een context om je heen? Ik zie een klein schooltje voor me waarbij iedereen op die school... zelfsturend is niet eens het woord wat genoemd is, maar dat is gewoon zo. Ze kennen u beide verhalen. Maar die zitten nog met een schoolbestuur daarboven. En op het moment dat er een nieuwe computer gekocht moet worden, dan zit je in die werkelijkheid. Hoe moet je daarmee omgaan? Dat zou ik graag als afsluiter willen horen. Stel dat je als teacher gradeel alles op orde hebt. En dan zit je ook nog in de werkelijkheid daaromheen. Daar ben ik benieuwd. Mag ik bij u beginnen? Ja, ik heb daar in mijn werken heb ik daarover geschreven, de hitteschildfunctie. Je moet, als je het hier goed geregeld hebt allemaal, en het werkt zo, en daarboven nog niet, en dat klopt die veronderstelling, hè, want hoe hoger je komt, hoe meer die beheerdingen, dan moet je hier de taal spreken die men daar wil horen. Omdat je kan vertrouwen dat dit wel loopt. En dat is als je dat doorgeeft naar beneden, is het een stuk. Dus je moet als hitteschild gewoon, en dat is de dapperheid van de manager. En die dapperheid is er te weinig. En volgens de dialoog proberen aan te gaan. Precies. Ja. Hoe doe jij dat? Hoe werk je in de context om je heen? Ja, je moet wel aangesloten blijven. Want uiteindelijk doen de mensen doen het werk. En als die het niet in hun DNA krijgen, zeg maar, wat de bedoeling is,
ja, dan kun je roepen wat je wil en plannen maken wat je wil, maar je hebt ze gewoon nodig. Ja, maar dank je. Ja, het is vooral die dialogen gaan, hè. Zorg dat die ook betrokken raken. En overigens, de beste weg om dat te doen is gewoon succes te hebben. Gewoon goede resultaten laten zien. Ja. Daar mee dan maken ze het minder druk. En fouten mogen maken. En mogen maken. Dat hoort eraan. Dan worden ze zelfs trots op je. Ja. Komt nog één vervolgvraag. Als de camera in kijkt en zegt, daar zitten een paar mooie voorbeelden. Daar zou je ze kunnen vinden. Ja, wat straks hebben, buurtzorg is een hele mooie natuurlijk. Hè. Er zijn ook een aantal hogescholen die al een heel eindje op weg zijn. Welke? Maar wie kunnen we Ik vind Avans een hele goeie. En er zijn ook al gemeentes, hè, die stapjes maken. Dat zijn vaak de wat kleinere gemeentes, hè, waar je kunt kijken. Dus het nieuwe is er al. Maar dan moet je wel oog voor hebben en op zoek gaan. Dank. Volgens mij, wat we gaan doen, twee boeken lezen. Volgens mij gaan we allemaal met de trein naar Teacher Krediel. We gaan bij Avans kijken. En volgens mij, maar dan moeten we aansluiten in de rij, kijken bij Buurtzorg Nederland. Daar is een... Wachterij volgens mij inmiddels, want die is overal het beste voorbeeld. Maar denk ook terecht, dus gaan kijken. Veel dank voor het kijken, Jo Wegeman, Jan van der Veen, Pierre van Amersfoort. Ik zeg het Amersfoort, sorry. Amersfoort is goed. Amersfoort is goed, ja nee, ik ben vast niet de eerste die dat doet. Veel dank voor het kijken, discussieer mee via hashtag Obla of HR Toekomst. We gaan hier op het congres nog verder om te kijken, kunnen we dit concreet maken, kunnen we dit meemaken. Veel dank voor het kijken.